Ik wil het graag met u hebben over een boek van een van de belangrijkste schrijvers van het Nederlandse taalgebied. In ieder geval een van de meest besproken schrijvers uit dit taalgebied. Dan heb ik het natuurlijk over Multatuli. Onlangs verscheen bij uitgeverij De Geus mijn boek Multatuli leeft in Lebak, over 160 jaar het boek Max Havelaar in Indonesië. Ik lees u een stukje van de kaft. Max Havelaar deed bij verschijnen in 1860 een rilling door Nederland gaan. Maar welke rol speelde het boek in het koloniale Indië en het onafhankelijke Indonesië? Vanaf het einde van de 19e eeuw inspireerde het de nationalisten om in opstand te komen. En tot op heden heeft het een plaats in de Indonesische cultuur. Het is verfilmd, er zijn toneelvoorstellingen van gemaakt. Er wordt over geschreven en gesproken. En er is zelfs een Multatuli museum in Rangkas Bitung, de oude standplaats van Eduard Douwes Dekker. Op pagina 19 vertel ik eigenlijk waarom ik tot het schrijven van dit boek ben gekomen. Dit werk is zo mooi geschreven. Ik las Max Havelaar, net als velen voor en na mij, en wellicht ook u, voor het eerst voor mijn eindexamen middelbare school. Ik vond het een moeilijk boek en de hoofdstukken die in Nederland spelen vond ik saai. Maar de hoofdstukken die in Indonesië spelen, met beschrijvingen van natuur, het dagelijks leven en de machtsverhoudingen in de kolonie, spraken mij wel aan. Het voedde mijn wens om te reizen en meer van de wereld te zien. Door me als vrijwilliger aan te sluiten bij de Wereldwinkel, leerde ik dat de onderdrukking en uitbuiting van de rechteloze arme boeren en dagloners, die in het boek beschreven worden, nog steeds in grote delen van de wereld plaatsvonden. Steeds meer werd ook de rol van de droogstoppels me duidelijk. Door mijn relatie met Theo, die een Indische achtergrond had, en door ons radiowerk, kwam ik voor het eerst in Indonesië in 1980. Daar werd ik dagelijks geconfronteerd met de misstanden waarover Multatuli schreef in zijn Max Havelaar. En overal kwamen Saidjas en Adindas tot leven. In 1987 reisden we voor het eerst naar Lebak, waar we met Max Havelaar als reisgids de plaatsen bezochten die in het boek genoemd worden. Bijna 30 jaar later ontmoette ik een delegatie uit Lebak, die Nederland bezocht op zoek naar artefacten voor een nieuw op te richten museum Multatuli in Rangkas Bitung. Ik raakte met hen in gesprek en werd door Bonnie, de initiatiefnemer, uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het museum. Om me in te lezen pakte ik Max Havelaar weer uit de boekenkast en herlas het. Meer dan tevoren werd ik gepakt door het boek. Door de bijzondere compositie ervan en Multatuli's uitzonderlijke manier van vertellen. Ik genoot deze keer van de vele uitwerkingen die me vroeger verveelden. Ik ging me steeds meer in de persoon en het werk van Multatuli verdiepen. Er is een hele bibliotheek volgeschreven over de man en zijn schrijfsels. Online zijn de treffers niet te tellen. Maar wat me begon op te vallen was dat, op een enkeling na, niemand zich had afgevraagd hoe het volk van Lebak was vergaan, nadat Multatuli vertrokken was. Het volk dat Douwes Dekker inspireerde om Max Havelaar te schrijven. Het volk dat Multatuli geboren deed worden, en zonder dat volk was er geen Multatuli en geen Max Havelaar geweest. Verder viel me op dat eigenlijk niemand antwoorden had gezocht op de vragen die Havelaar stelt in het boek. Met name, waarom is Lebak zo arm? Zo begon mijn zoektocht naar antwoorden. Er volgden uitgebreide gesprekken met Bonnie, die geboren is in Rangkas Bitung, de hoofdstad van de regio Lebak. En ik reisde de afgelopen jaren vele malen op en neer en maakte kennis met de bevolking. Multatuli zelf
constateerde dat Max Havelaar niet de veranderingen had gebracht waarop hij had gehoopt. De vader van de Indonesische pers, Tirto Adisuryo, haalde in 1910, 60 jaar na verschijnen, Multatuli zelf aan in een artikel in zijn krant Medan Priyayi. Ik citeer: "Dit werk is zo mooi geschreven dat het de aandacht afleidt van de praktijken zoals die ook heden ten dagen nog worden bedreven." Zo was het 110 jaar geleden, maar is dat nog zo? Komen deze praktijken in het huidige Lebak nog altijd voor? Ik ging op zoek naar de antwoorden en u kunt ze allemaal vinden in mijn boek. Lees het! En ik wil afsluiten met een quote van Pramudya Anantatur. Hij schreef het in een artikel voor de New York Times Magazine. "Was het uiteindelijk niet vanwege de specerijeilanden dat de wereld werd gekoloniseerd door Europa? Men kan zeggen dat het de lotsbestemming van Indonesië was het decolonisatieproces te initiëren. Deze wereld is schatplichtig aan Multatuli, Eduard Douwes Dekker, wiens werk de vonk was die dit proces deed ontvlammen." En voor mensen die nog meer willen weten en een deel van mijn reis visueel willen volgen, kunnen kijken naar de film Nadat Multatuli vertrok. De trailer is direct te zien en mocht u interesse hebben om de film te vertonen, neemt u dan contact met mij op. Groeten, terima kasih. Saya penasaran ini setelah 32 tahun, gimana ini dengan orang yang aku pernah syuting di sini? Sama nggak yang kayak sekarang? Beda, tapi mirip toh. Sama adik ya. Demi apa ini? Ini mereka kata ini Pak Jumar. Iya kali itu saya itu. Ini sepertinya paling akrab dengan iya, mulai. Itu Pudin itu. SD kelas 3 kalau nggak salah itu. Nah itu orang tuanya milik warung ya? Iya. Sama met mijn partner kwam ik voor het eerst in Lebak in 1987. Precies 100 jaar na Multatuli's overlijden. We maakten een reportage voor de radio met de Max Havelaar als reisgids. Ook maakte ik een videoopname van de plekken die genoemd worden in het boek. Zoals het moeilijk te bereiken dorpje het Badur. Waar het verhaal van Saidja en Adinda zich afspeelt. Ja, dat betekent niet meer. Ubay bawa Multatuli ke Lebak atau Multatuli bawa Ubay ke Lebak? Multatuli bawa saya ke Lebak. Tidak, di situ nggak lihat lawan ya. Saya hanya berkarya. Yang ingin disampaikan oleh Multatuli ya orang Jawa dianiaya. Bisa dilihat dari kisah Saijah dan Adinda sebagai representasi dari masyarakat kecil yang terdampak. Nu, 32 jaar na mijn eerste bezoek, wil ik teruggaan naar Lebak. Maar deze keer om te kijken hoe het gaat met het volk en een antwoord op mijn vraag krijgen hoe het met het arme volk van Lebak is vergaan nadat Multatuli vertrok. Kami minta tanda tempat bahkan di sini Saijah Adinda, orang sini asli, juga minta sejarah dari A sampai Z datangkan ke rumah saya. Saijah Adinda dalam Max Havelaar itu ya tetap Saijah Adinda yang tidak ada di kepalanya Multatuli.